mevrouw, de buit is binnen. Nou, iets van de buit. Nog kijken wat verder te koop is. Meneer, is het voor uzelf of... Ja. Ja? U bent ook echt een verzamelaar? Oh, klein beetje. Kijk, in het begin, als je dat gaat verzamelen, je begint ermee. Ja, je schaap je er ook wel een beetje voor. Natuurlijk als volwassen man, je vindt Playmobil mooi. Hè? Je zet op een schapje. Spelen doe je er niet mee, maar je zet het neer. Je vindt het leuk om naar te kijken. En dat vindt het begin natuurlijk wel een beetje vreemd. Maar nu het in één keer, ja, ik een van de grootste verzamelaars in Europa heb. Vindt iedereen het indrukwekkend. Dus iedereen komt ook kijken. Even kijken hoor. Ik heb een paar poppetjes gekocht die ik zelf leuk vind. Deze bijvoorbeeld. Een Amerikaans brandweerpoppetje. Vind ik zelf wel een leuk ding. Heb je deze net gekocht? Ja. Wat is het precies? Een soort ziekenhuis. Ik vind het echt super mooi. Boven ook op zolder alles uitgestald? Of? Nee. Oh, mevrouw is er gewoon vandoor gegaan, zie ik dat. Nee, in de huiskamer eventjes. Wat zoekt u naar? Ik moet nog wat onderdelen hebben voor een fort in elkaar te zetten.